Naast mij de beide trainers van zowel Capelle als DVS 33, Ton van Bremen, welkom. Hallo, goedemiddag. Hallo, Roland, ook welkom. Goedemiddag. Ja, dat dacht ik al, hè. Goedemiddag. Ton, we hebben een wedstrijd gezien van twee ploegen die redelijk tegen elkaar opgewassen waren. Het begin was, dacht ik, voor DVS. Dat klopt, ja. De eerste 10, 15, 20 minuutjes waren inderdaad voor DVS. Ook mede door die goal natuurlijk kwamen ze goed in de wedstrijd. En toen waren ze inderdaad wat beter dan ons. En dat was natuurlijk een heerlijke meenemer, dat eerste doelpunt KFL. Hè. Ook een schoonheid van een doelpunt uit een prachtige aanval. Ja, ik vond dat we goed begonnen. Positiespel konden we wel aardig spelen in de beginfase. En die goal was fantastisch ingeschoten. Dus in die fase ging het nog prima. En waar ging het dan mis? Nou ja, kijk, ik denk dat wij gewoon na 10, 15 minuten konden wij gewoon niet meer onder de druk uitvoetballen. En dat heeft te maken met durven in te spelen, goed vrijlopen, snel doorbewegen. En dat kunnen wij wel goed. Alleen dat op topklasseniveau is dat nog wel even wat anders. En daarin moeten we nog stappen maken. Vorige week hebben we dat heel goed gedaan. Maar Capelle had de boel heel goed voor elkaar, kon goed druk zetten op ons en wij hadden moeite om daar onderuit te komen. En is dat inderdaad het geheim geweest bij jullie, dat je na pakweg 20 minuten de zaken veel beter voor elkaar had, waardoor DVS inderdaad niet meer zijn geliefde spelletje kon spelen? Ja, klopt. In de eerste 10 minuten stond het verdedigen bij ons inderdaad niet goed. Onze rechtsback hadden we eigenlijk als opdracht gegeven om eerder door te sluiten en dat deed hij de eerste 10, 15 minuten niet goed. Dus vanaf de kant hebben we dat inderdaad aan de jongens in het veld doorgegeven. Waardoor je wat korter 1-op-1 staat een bepaalde moment op het middenveld en noem maar op. Dan zit je er wat korter op. In het begin konden ze zich er heel makkelijk onderuit voetballen. Ik had ook het idee dat jullie Ali Akla ook redelijk onder controle hadden. Je had natuurlijk wel het een en ander gehoord. Ja, maar wij kijken niet naar één speler. We kijken naar het geheel. We hebben verdedigend goede spelers lopen. Dus of Ali Akla daar lopen of een andere speler, daar gaan stellen wij ons niet mee. Ja, natuurlijk geven die informatie mee dat hij de 4 gemaakt heeft. Maar het is niet dat we alles ophangen aan één speler. Precies. Vond je ook niet dat de lichaamskracht die Capelle uitstraalde, dat die uiteindelijk de doorslag heeft gegeven en waardoor Capelle uiteindelijk op 1-1 via dat zondagschot is gekomen? Nou ja, wat is lichaamskracht? Hè? Uiteindelijk, hun zetten goed druk. Wij kunnen er niet meer onderuit voetballen, maar aan de andere kant hebben wij ook niet veel weggegeven, hoor. Dat moet je niet vergeten. Dus we hebben ook wel gedacht dat we het misschien gewoon konden vasthouden. En ja, het was gewoon een hartstikke mooi afstandsschot. Er was ook net een moment dat we de bal verloren, dat de ruimte te groot werd. En dat we niet konden kort zitten, dat we niet konden doordekken op die man, of te laat waren. Ja, dan schiet hij hem goed binnen, maar daarvoor hebben we ook niet heel veel weggegeven. Dus we stonden verdedigend wel goed. Alleen ja, je kunt gewoon veel meer rust creëren als je zelf de bal hebt en kunt houden. En ook vanuit de omschakeling lag er wel heel veel ruimte in de hoeken. Maar we kozen eigenlijk iedere keer voor om eigenlijk centraal die bal neer te leggen. En daar waren hun gewoon wat sterker. Had je gedacht dat je die 1-1 nog zou kunnen bereiken? Want het wachten was natuurlijk op een foutje van een van de middenvelders van DVS. En ja, inderdaad, het pleit werd daarna beslecht. Ja, je hoopt altijd natuurlijk. Je zit als trainer op de bank om te willen winnen natuurlijk. Dus je hoopt altijd de tweede helft dat je de goal uiteraard gaat maken. Alleen ja, wat de trainer zegt van DVS terecht. Hun hebben niet veel weggegeven en wij hebben niet veel gecreëerd. Maar andersom ook. Het is gewoon een terechte uitslag met 1-1. En allebei de momenten waren uit aan de zonneschot. Ja, er waren natuurlijk niet heel veel opwindende momenten voor het doel. Maar kun je dan wel genieten van het spel van van de twee ploegen? Ook wat je daarna dan zou kunnen doen in de wissels? Nee, ja, natuurlijk vind ik dat hun een voetballende ploeg hebben en wij proberen te voetballen. Dus ja, dan kijk je als voetballiefhebber, vond ik dat het best wel een redelijk en goed niveau gehaald. Alleen voor de goals gebeurde te weinig. Tot aan de 16 was het allemaal redelijk, maar de eindpaas was bij ons niet aanwezig en bij hun vaak niet. Okay. Volgende week spelen jullie tegen? Volgende week spelen we thuis tegen Rijnsburg. Rijnsburgse boys. Nou, wie weet, hij weet er alles van. En jullie volgende week tegen? Wij gaan uit naar Spakenburg dus. Dat is een mooie uitdaging weer. Zeker een mooie uitdaging. Spakenburg, 5-1 gewonnen vandaag. Ja, maar ja, dat had Rijnsburg ook. Hè? Precies, zo is dat. Allebei, bedankt voor dit interview. Heel veel succes verder.